Nou, steen, papier, schaar om te kijken wie de afstandsbediening krijgt. Als ik win, wil ik mijn Diamantina kijken. En als ik win, wil ik Peppa Pig kijken. Ja, Peppa Pig weer? Nee, we gaan niet weer Peppa Pig kijken. Ik krijg altijd Peppa Pig. En ik weet nu al wat voor een figuur je gaat gooien. Huh? Maar dat is toch niet erg? Nou, eigenlijk ben ik het eens met Julian, Emma. Ik denk dat je deze keer gedisqualificeerd bent. Jongens, wat zijn jullie daar aan het doen? Het is zo mooi weer. Gaan jullie echt tv kijken? Ja man, ik bedoel, het is wel mooi weer, maar we hebben niks leuks om te doen. Oké, nou, ik ga buiten de plantjes water geven dan. Oké, nou, dan gaan we dus hier kijken. Ja, maar jongens, ik wil ook wat kijken. Wat moet ik dan doen? Nou, pak maar wat eten voor ons en een paar doekjes of drink of zo. Oké, is goed. Waarom pak ik dit nou? Ik bedoel, ik heb al mijn afstandsbediening opgegeven. Ach man, het is weer een hele mooie nieuwe ochtend. Ik weet zeker dat de kinderen weg zijn. Even kijken. Ja, hier zijn alle bedden leeg. Ze zijn waarschijnlijk weg. Ach, eindelijk wat rust. Dan kan ik gewoon tv kijken. Hier is het ook leeg. Oké. Ik weet zeker dat ze naar het waterpark zijn of zo. Huh? Zijn jullie er nog, jongens? Ja, pap, we zijn er nog. Zijn die naar het waterpark gegaan? Waar heb je het over? Oh, jullie zitten ook al op de bank. Man, gaan jullie naar buiten? Het is zo mooi weer. Nee, pap, we gaan hier voetbal kijken. Ik heb geen zin om naar buiten te gaan. Ja, ik zit hier gewoon maar omdat ik niks anders te doen heb. Nou ja, ik kan wel ook iets anders gaan doen. Waarom blijf je op de bank zitten? Huh? En de andere tv, is die ook niet beschikbaar? Ja, pap, ik zit hier. Oh man, jij zit ook daar? Dus ik kan niet eens een rustig dagje hebben. Jongens, willen jullie naar het waterpark of minigolf of zo? Ja, het waterpark, het is niet warm genoeg daarvoor, mam en pap. Wat moeten we daar nou doen? Ach man, nou ja, dan weet ik het niet. We kunnen beter met z'n tweeën weggaan, Claudia. Nou ja, jongens, ik heb een goed idee. We kunnen ook minigolfen, dat zei ik net, toch? Misschien is dat een goed idee. Ja, minigolfen, dat heb ik nog nooit gedaan. Oh, mini, net als ik. Dat is best wel leuk. Zullen we dat doen dan? Ja, nou, schat, we kunnen gaan minigolfen met z'n allen. Ja, maar gaan we nu gelijk? Ik ga wel eerst even slapen dan. Ja, en ik ga eerst even een paar dingen regelen in mijn kamer. Ja, ik ga ook even liggen. Ik ben echt moe. Jongens, we gaan nu gelijk. En als jullie niet komen, dan gaan we gewoon weg. Jezus, mam. Wacht nou. We komen eraan. Oké, nou, hou die goed vast. We gaan. Nou, mam. Het ziet er inderdaad wel leuk uit. Ik ben wel heel benieuwd naar dit minigolf. Ja, en Hanna, het is ook inderdaad heel leuk. Ik ben zo blij dat er een minigolfbaan is hier. Mam, denk je dat dit een echte krokodil is? Emma, ik denk het niet. Volgens mij is het gewoon een wip. Oh, wauw, inderdaad. Het is een wip. Nou, jongens, willen jullie wat eten? Ik ga nu even alle dingen halen. Pap, wat voor ijs is dat? Is het nou aardbei of is het nou kers of zo? Nee, sorry, dat is ketchup-ijs. Ketchup-ijs, wie eet dat nou? Dat is super vies. Ach nee, ik hoef het niet meer. Is het echt ketchup-ijs? Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, het is geen ketchup-ijs. Ik maak het maar een grap. Maar je komt hier om de ballen te halen in de clubs? Ja. Ik zou graag willen minigolfen met mijn familie. We zijn met 5. We hebben geen clubs meer nu op dit moment. Dus u moet even wachten op iemand die klaar is. Wachten? Oh man, wat moet ik nou zeggen? Als we moeten wachten, dan wil iedereen natuurlijk weer naar huis. Jongens, we moeten nu even wachten, want ze hebben nog niks. We moeten wachten tot die baan vrij is. Huh? Nou, dan kunnen we toch beter naar huis gaan. Ik bedoel, hoe lang gaan we hier zitten wachten? Oh, oké. Nou, sla maar. Ik probeer me in te krijgen. Het spijt me. Mag ik wat vragen? Ik denk dat ik het wel kan regelen, jongens. Ja, is er iets? Nou, misschien kan ik het aan hem vragen. Ik denk dat ik een manier heb om hem hier weg te krijgen. Julian, wat ben je nou aan het doen? Dit gaat niet werken. Wauw. Je gaat hem er niet in slaan. Ik ben een mini-golf-expert en ik weet zeker dat je dit niet kan. Het spijt me, maar we zijn al de hele tijd aan het spelen en het gaat hartstikke goed. Dus ik heb geen idee hoor.
Man, waarom bemoeit hij zich zo erg met een spel? Ja, deze gaat er ook niet in. Deze gaat er ook niet in. Jeetje, kun je ons dan even met rust laten? Dit is niet... Waarom doe je zo? Ja, nou ja, onze familie wil heel graag minigolfen. Dus ik heb een weddenschap. Als ik het in één keer een hole in one kan slaan... Ja, wat gebeurt er dan als je een hole in one kan slaan? Ach, Julian, ik kan beter ophouden. Nee, mam, ik weet zeker. Als ik in één keer een hole in one sla, dan kunnen we gelijk gewoon gaan spelen. En als zij het doen, dan mogen zij spelen. Julian, weet je zeker dat je dat gaat redden? Ja, inderdaad. Julian, ik weet niet of je dat gaat redden. Julian, als je het zo slaat, dan denk ik dat je het erin krijgt. Oké, is goed, Emma. Ga maar een beetje naar achter, zodat ik jou niet in het gezicht sla. Emma, ga nou een beetje naar achter. Straks staat hij in het gezicht. Oké, ja, ik sta zo goed, toch? Oké, laat ik even kijken. Zo. En dan... Au, Julian. Ach, Julian, je hebt Emma net in het gezicht geslagen. Au, Julian. Emma, waarom stond je nou zo vlak achter mijn club? Oh, man. Nu kunnen wij weer verder spelen, toch? Verder spelen? Nee, er is net iemand in het gezicht geslagen. Ik wil echt niet verder spelen dan. Wat? Nu wil je niet meer verder spelen. Ik snap niet wat er aan de hand is. Emma, gaat alles goed? Oh man, ik heb echt hoofdpijn nu. Emma, schat, je had veel verder moeten staan. Ja, het spijt me, man. Ik had het niet door. Ach, ja, jeetje. Het is niet mijn schuld. Ze had gewoon beter moeten kijken. Ach, laten we maar naar huis gaan. Dit mini-golf vandaag gaat niet meer door.